Bij dit familiebedrijf in Rijen vind je een groot aanbod aan elektrische auto's, quads en meer. Ik ben 15 jaar geleden begonnen in speelgoed. En op een gegeven moment zeiden de kinderen tegen mij van... pap, zou je eens iets een leuk voertuig mee willen nemen? Bijvoorbeeld een accu-auto of een quad. Zo zijn we in elektrisch speelgoed begonnen. Inmiddels zijn de kinderen volwassen en werken ze in het bedrijf. Zo, ga maar zitten, een deurtje open. Kun je met deze auto ook in het bos rijden? Ja. Omdat die vierwiel aangedreven is, betekent dat op alle vier de wielen een motor zit. Kun je er makkelijk mee door het bos rijden. Je kunt hem ook instellen op alleen achterwielaandrijving, tweewieldrijf dus. En dat bespaart weer accu. En hoe lang kun je er ongeveer mee rijden? Op de vierwieldrijfstand kun je er ongeveer een uur tot anderhalf uur mee rijden. En op de tweewieldrijfstand, de achterwielen, kun je er ongeveer anderhalf tot twee uur mee rijden. Vroeger als tiener liep ik hier eigenlijk altijd al rond, zowel voor in de showroom als achter in het magazijn, in de werkplaats. En ja, van het een kwam het ander. En toen ben ik hier fulltime gaan werken. De auto's zijn heel sterk. Als kinderen ergens tegenaan rijden per ongeluk, ja, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. We hebben wel een werkplaats. Stel voor dat een accu bijvoorbeeld versleten is na zoveel tijd. Dan kunnen we die altijd netjes voor de klanten vervangen en dan kunnen de kinderen weer op pad. Wat ik leuk vind aan mijn werk is eigenlijk de variatie die je hier hebt. Dus achter help in het magazijn met reparaties of voor in de winkel klanten helpen. Ja, en dan die blije gezichten van die kinderen te zien als ze met speelgoed naar huis gaan. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Wil je ook zo'n stoere auto? Check de site.